Yes, het is een marathonpartij geworden, een kraker. Ja, nee, je wist van tevoren dat het een hele goede kans was om een wedstrijd te winnen vandaag. Ja, jongen, kom je eigenlijk redelijk vaak tegen in al die challenge toernooien. Dus voor mijn gevoel had ik echt het gevoel dat ik gewoon dat ik niet tegen een wereldtop stond, maar gewoon dat ik gewoon zeker kon winnen. En ik denk dat geloof was er ook zeker en dat misschien resulteerde net dat laatste stapje in de derde set. Maar dit voelt goed. Ja, het verhaal van deze wedstrijd, een relatief makkelijke eerste setwinst en daarna ontspant zich echt een thriller. Nee, ja, eerste set maakte hij heel veel fouten en ik speelde gewoon eigenlijk heel solide en ik kon eigenlijk heel makkelijk naar 6-2 toe. Ik verbaasde me eigenlijk over hoe makkelijk het ging en dan weet je gewoon in een tweede set dat je tegenstand gaat krijgen en dan is dan één game gebroken wordt en dan is eigenlijk bijna zo goed als de set voorbij, ik kreeg nog een brede kans terug, maar ja, dat kon niet veranderen, maar ja, dan is het beslissend in de derde set en dan gaat het gewoon gelijk op en door het publiek die achter je gaat staan en die je aanmoedigt. Toen nog één breekkans tegen gehad, maar gelukkig hebben ze me doorheen gesleept. Ja, want het is een echte thuiswedstrijd geweest, hè? Nou ja, thuis. Ik woon in Limburg, maar ik bedoel, het is natuurlijk altijd leuk om hier te spelen. En het zonnetje schijnt en er zijn nog onwijs veel mensen, dus dat is belangrijk. Ja, het was een partij van meer dan 2 uur. Even schrok ik. Ik dacht van het kan wel eens een hele korte wedstrijd worden. Je ging hier onderuit en het leek eventjes ernstig. Ja, nee, het schoot in mijn lies. En dan is het altijd de vraag van hoe het dan zich ontwikkelt. Maar op zich, ik voel hem nu nog steeds, zo daar niet van. Maar het zal niet dusdanig ernstig zijn dat ik niet kan spelen. Dus, want je moet vol aan de bak, want niet alleen in het enkelspel, ook in het dubbelspel. We zullen jou hier nog meer zien dan we ooit gedacht hadden. Ja, nou, wie weet, zo zie je, maar het kan alles kan gebeuren. Dus goede wedstrijd dit. Het was een prachtige wedstrijd. Dankjewel.